De heer Wilders. Ja, voorzitter, wat een rare partij is dat toch, het CDA. Eerst mevrouw Kuik hier met een technisch antwoord en nu de minister. Een totaal gebrek aan empathie. Wat ik nou gewoon niet begrijp, hè, en nogmaals, de heer Omtzigt is lid van uw fractie. Dus er een van u, van uw partij. Niet van mijn partij, maar van uw partij. En van uw fractie, mevrouw Kuik. Wat ik nou niet begrijp, is dat de minister dan niet gewoon zijn termijn begonnen is met excuses aan de heer Omtzigt. Waarom bent u niet gewoon begonnen? Kunt u daarna nog allemaal mitsen en maren doen? Waarom bent u niet uw inbreng hier in de Tweede Kamer begonnen met excuses aan de heer Omtzigt? Ja, voorzitter, ik ben begonnen met het herhalen van de excuses aan de ouders. En dat het kabinet, wat mij betreft, daarom terecht is afgetreden. En ik heb geprobeerd de context te schetsen, wat ik gezegd heb en wat daar de beweegredenen van waren. Ik heb ook benoemd dat wat de heer Omtzigt gedaan heeft op dit dossier, dat ik dat fenomenaal vind. In de eerste plaats richting de ouders, maar ook breder voor de democratie. En tegelijkertijd vind ik, juist ook als je het hebt over wie heeft welke rol, dat je daar als minister van Financiën, met een staatssecretaris die worstelt met dat dossier, dat je dan aan beide kanten uitlegt, vraagt om bewustzijn voor de positie van de ander. Ja, dat vind ik eerlijk gezegd verdedigbaar. Heer Wilders. Totaal geen antwoord op mijn vraag. Nog een keer. Waarom bent u niet begonnen, tweede onderwerp dan, met excuses aan de heer Omtzigt? Anders geformuleerd. Komt u nog met excuses voor de heer Omtzigt? Voorzitter, ik heb juist willen weergeven wat ik gezegd heb en waarom. Ik heb geprobeerd toe te lichten waarom ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Ieder van die specifieke stukjes uit de notulen. Dus dat gaat over de uitvoering. Ik vind echt terecht. Ik vind ook terecht dat ik daar aandacht voor vraag. Dat heb ik geprobeerd te doen bij de heer Omtzigt. Dat heb ik overigens ook bij anderen geprobeerd te doen. En vice versa heb ik geprobeerd aandacht te vragen voor de bredere problematiek bij de Belastingdienst, bij diegenen die zeiden, ja, het zal allemaal wel meevallen, ook met die toeslagen. De heer Wilders. Nou ja, voorzitter, dit is ongelooflijk. Dit is een ingestudeerde riedel, dat wat ik ook vraag. En dan vraag ik voor de vierde keer, komt u nog met excuses voor de heer Omtzigt? Dan komt die waarschijnlijk weer met hetzelfde ingestudeerde antwoord. Ja, ik kan me zo voorstellen, volgens mij ben ik nog aan het woord. Ik kan me zo voorstellen, de heer Wilders. Ja, ik ben nog aan het woord. Ik kan me zo voorstellen dat de heer Omtzigt misschien thuis wil zitten kijken. En die denkt van, nou, hoe gaat het nou met mijn eigen partij? Wat doen ze nou? Krijg ik nou excuses of krijg ik niet excuses? Ik zou het zomaar kunnen. Hè? Als u hem wat meer had gesteund, als u wat meer empathie voor hem had gehad, als u wat meer had gedacht van, nou, die Omtzigt heeft misschien een punt, als u het wat meer voor hem had opgenomen, dan was het nu misschien beter met hem geweest dan nu. En wat heeft u gedaan? Even de feiten, ondanks al uw mooie woorden. De heer Koolmees zegt, blijkt uit de P-notulen van 12 juli... dat de woordvoerders van de fracties, de heer Omtzigt, mevrouw Lodders, wel een gezamenlijke strijd met mevrouw Leijten tegen de staatssecretaris snel voeren en dat hij daar zeer ontstemd over is. Nou, dan gaat het nog even over de heer Wiersma. Dan zegt de minister-president nog wat. En dan zegt u dat u zich daarbij aansluit. U sluit zich aan bij de woorden van de heer Koolmees. Punt. En daarna heeft u het nog een keer over sensibiliseren. U heeft dus, waar u... En overigens, u bent niet eerlijk geweest tegen mij. Want ik heb op 1 april in dit debat heb ik u letterlijk gevraagd, met een interruptie, toen stond u daar als woordvoerder, heb ik u gevraagd, heeft u iets gezegd als het woord temperen, maar het kan ook een ander woord zijn geweest, in die vergadering? En u heeft toen geantwoord, ik herken het woord temperen niet. En nu blijkt dat dat gewoon een flauwe truc is geweest, want u heeft niet temperen gezegd, maar u heeft sensibiliseren gezegd. Dat is precies hetzelfde. Dus die Pieter Omtzigt, die u een 24 karaats Kamerlid vond, waarvan u zegt dat dat een onze Pieter, enorme waardering voor Pieter, al zijn harde werk en inzet, heeft u in werkelijkheid gewoon een mes in de rug gestoken. U heeft aangesloten bij Koolmees die zei, ik ben zeer ontstemd wat hij samen met Leijten en Lodders doet. U was het daarmee eens. U heeft gewoon gezegd, ik ben het daarmee eens. En daarna heeft u het nog over sensibiliseren gehad. Ik vraag nog een keer. Ik hoef die excuses niet. Nogmaals, Omtzigt is niet van mijn partij. Maar ik waardeer hem wel als iemand, net als mevrouw Leijten, ook niet van mijn partij. En mevrouw Lollers, al helemaal niet van mijn partij, daar staan. Dus ik vraag aan u, nog één keer. Bent u bereid om aan de heer Omtzigt thuis excuses aan te bieden voor wat ik net heb gezegd? Of zegt u, Pieter, bekijk het maar, het interesseert me helemaal niets wat ik over je heb. De minister. Ja, nee, voorzitter, de heer Wilders maakt, het gebeurt vaker, maakt een heleboel verwijten en die gooit hij allemaal op één hoop. Dat is zo goed recht. Ik aanvaard ook dat hij het niet eens is met de uitleg en de toelichting die ik net heb geprobeerd te geven. Maar dat is wel de toelichting. En ja, ik heb buitengewoon grote waardering voor Pieter Omtzigt. Dat heb ik hier met regelmaat verkondigd. Dat heb ik daar met regelmaat verkondigd. Dat heb ik ook met hem zelf besproken. En ik heb het ook in het kabinet, ook toen daar discussie over was. En heel veel van die overleggen die vinden natuurlijk niet plaats in de ministerraad. Dat weet de heer Wilders ook. Heb ik het ook voor hem opgenomen. Dus ik ben het daar echt, ik ben het ook met de lezing van de heer Wilders ben ik het gewoon niet eens. Het gaat over die uitvoering. De heer Wilders. Biedt u nog excuses aan de heer Omtzigt? Ja, voorzitter, we kunnen ook 5 of 6 keer dezelfde vraag stellen en hetzelfde antwoord. Maar dan ga ik ook verwijzen naar mijn vorige antwoord. Nou, voorzitter, dan laat ik het afconcluderen. De heer Hoekstra, leider van de CDA-fractie, weigert om de heer Omtzigt, belangrijk figuur in zijn partij, bijna net zoveel stemmen gekregen als de heer Hoekstra. Iemand die gewaardeerd wordt in het land voor wat hij samen met de collega's die ik al eerder noemde heeft gedaan om de rotzooi boven water te krijgen van die toeslagenaffaire. Dat waren mensen à la meneer Omtzigt en mevrouw Leijten. Die hebben dat gedaan. Die zijn gekapiteld en die zijn niet door hun eigen partij beschermd. En dat is toch het minste wat je kan verwachten. Dat iemand van D66 die onder vuur ligt, ook niet goed. Maar dat die zich daartegen verweert omdat die onder vuur ligt, verwerpelijk, maar begrijpelijk. Maar u bent de leider van zijn partij. Dat was u toen nog niet, maar u was in ieder geval een belangrijke CDA-politicus in het kabinet. En ik lees hier nergens dat de heer Hoekstra zegt, nee, ik neem het voor de heer Omtzigt op. Hou op met hem bekritiseren. Misschien heeft de heer Omtzigt wel gelijk. Jullie moeten dat niet doen. U praat met Koolmees mee en daarna gaat u zelf tekeer tegen hem. En u bent niet eens mans genoeg om daar excuses voor aan te bieden. U bent niet eens mans genoeg om te zeggen tegen Omtzigt, dat had ik niet moeten doen. Foutje, had ik niet moeten doen. Ik had het voor je op moeten nemen. Ik had achter je moeten gaan staan. En niet met een verhaal van ik moet tussen de ambtenaren tussen. Het was uw politicus van uw partij. En u heeft hem laten vallen. Nu vraag ik u 6 keer. Nee. Kunt u excuses aanbieden en u verdomt het gewoon. Nou, het zegt genoeg. En het zegt meer over u dan over de heer Omtzigt. Ja, voorzitter. En nogmaals, omdat ik het belangrijk vind om een onderscheid te maken tussen aan de ene kant wat er in brede zin speelt op dat dossier. En daar heb ik ook binnen het kabinet, richting de staatssecretaris, richting een aantal van de betrokkenen die hier zitten, heb ik wel degelijk gevraagd om aandacht voor het punt van de heer Omtzigt. En nogmaals, ik heb ook hier bij herhaling gezegd dat het in de eerste plaats aan hem te danken is dat het hele dossier aan het rollen is gekomen. Maar ik vind tegelijkertijd ook, en daar gaat het hier om, dat als een staatssecretaris op mijn ministerie, als die worstelt met die uitvoering, dat ik daar ook aandacht voor mag vragen. En die twee dingen, die kunnen wel degelijk hand in hand gaan. Dank u wel. Dan geef ik het woord. Het zou ook merkwaardig zijn, voorzitter, als ik daar uitsluitend zou zitten om de belangen van het CDA te behartigen. Want daarvoor zit ik daar niet. Ik zit daar als dienaar van de kroon. In het torentje zit minister-president Mark Rutte achter zijn bureau. Zijn gezicht staat ernstig. Ondanks al het gejubel in Den Haag is het niet zo vreemd dat het borrelt en broeit in het land. Voorzitter, ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Ik ben witheet. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, meneer Wilders. Ja, wij zijn geen collega's. We zijn geen vrienden van elkaar. Wij zijn ambtsgenoten.